Het is herfstvakantie en Martine Evenhuis van Atelier Kijkdoe organiseerde voor kinderen van alle leeftijden workshops met als thema herfst. Vanochtend heb ik een peuter- en kleutergroepje gehad en die hebben heerlijk geknutseld. En die hebben kabouterlandschapjes gemaakt. Op een boomstam hebben we klei gedrukt. En dan mochten ze lekker versieren en een huisje maken voor de kabouter en paddenstoeltjes. En dat was heel gezellig vanochtend. Heb je ook nog wat gemaakt? Kabouter. Kabouters? Ja. Iets waar ze in kunnen wonen? Ja. Oké. En wat zit er allemaal op dan? Klei. Wat heb jij gemaakt? Kabouterbos. Een kabouterbos? Hadden de kabouters dan geen plekje om te wonen? Jawel. Ja. En ik heb hier een leuke molen. Kijk dan. Dat is leuk. Zaterdag heb ik een Halloween-ochtend van tussen 10 en 2. En dan gaan we allemaal Halloween knutsels doen. Dat is voor alle leeftijden. En dat is gewoon vrije inloop. Dus je kan tussen 10 en 2 komen. En dat is waar? Dat is hier in mijn atelier Kijk en Doe. Aan de Boomsvoekstraat, nummer 4. Ga je vandaag nog wat anders doen? Ja. Ja, hè? Wat gaan we doen dan? We gaan nog nieuwe pantoffels kopen. Oeh. Ja, want ik heb er eentje kwijt. Hoe kan dat nou dan? Weet ik niet. In bed? Nee, we kunnen ze gewoon nergens vinden. Oei, wat lastig. Maar ja, nou krijg je wel nieuwe pantoffels, hè? Ja, dat moet dan wel. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat je heel mooie pantoffels vindt, Linde. Ja, weet je welke ik nou heb? Eentje van de panda's. Ah, ja. En wat wil je nu dan hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of... Gaan we dan naar hetzelfde team van waar de panda's zijn? Ja, dat kunnen we wel doen. Ja. Dus het worden misschien weer panda's? Ik weet het nog niet. Nee. Of eentje of een andere. Ja, tuurlijk. Of ik zeg het zoals ik jou zie.